Jij en Pablo, u herinnert zich nog van vroeger, hè, de bel? Of in de kerk? En u weet wat er gebeurt in de kerk als de bel gaat? Hij wil de rollen omdraaien. We draaien de rollen om. Dus nu moet dat. We doen iets anders. Paul, dit is voor u. Paul, ik heb een probleem met de stoel. Michel, wat is Michel? U had geen problemen net met de stoel, hè? Dames en heren, normaal gezien doe ik geen verzoeknummers. Maar ik heb eigenlijk al een verzoeknummer gedaan aan de hand van Louisa, die vroeg, leg eens iets uit. En ik heb een tweede verzoeknummer, namelijk van Paul. Paul doet een beetje gek, maar Paul die vroeg aan mij, ik zou graag voor Paula en voor Pierre zou ik graag iets doen zo. En normaal gezien doe ik dat niet, maar ik dacht, ik schakel het toch even in. En Paul, kan ik hier zo rechtop zitten tegen? Ja, en een beetje meer achteruit met het hele ding? Ja, oké. En pas op, Paul, nee, zo houden, nee, één hand een beetje laag, nee, dat is niet zo veel plaats, ja, ongeveer. Ja. Paul is mooi gekleed, maar ik vind persoonlijk om op te treden en vooral als de foto's worden genomen, dat doet dan toch iets meer, zo expressiever, met meer showbiz er omheen. En dan gaat u zien, Paul heeft namelijk een heel mooi pak, en dat maakt het dan helemaal compleet om voor u op te treden. Pas op! Het lijkt niet alleen belachelijk. U hebt waarschijnlijk gezien dat er hier iets ontbreekt. Niet bij Paul, maar bij het geheel. Ja, ja. Een hoed, ja, precies. En op die manier. Pas op, als u dat belachelijk vindt, wil ik dat wegdoen. Oh, goed gezeerd, meneer Paul, dat was niet. Paul, hoe zou u het liefst willen optreden, niet alleen voor het publiek, maar ook voor deze twee belangrijke mensen, voor Pierre en Paula, hoe zou u het liefst willen optreden? Met een gesproken nummer, een conferentie, of doet u liever iets met muziek? Met muziek? Het overvalt me even, ik heb nog een muziek. Dames en heren, mag ik u bedanken voor uw aandacht, voor uw medewerking, sommige mensen. Mijn excuses dat ik u ophield van de conversaties, waarschijnlijk aan tafel. Maar, mag ik nu dan uw aandacht en uw applaus niet voor mij, maar voor de enige echte artiest uit uw eigen groep, namelijk Paul. Geef hem maar. Thank you.